in was. Hier. Over zijn gier. Zijk! Hoi! Nou, we zijn dus inmiddels alweer terug onderweg naar de volgende locatie, richting Trips Grill. Even op Jovi's nek omdraaien. Hey! Sorry! En ja, ik zit net ook de voordelen van de roadtrip, gewoon mooie vista's en gezellig. Er zijn wel heel veel Nederlanders op de weg trouwens, heel veel klote caravans. Ik snap nou waarom mensen zeggen dat Hollanders met de irritante caravans altijd in de weg rijden. Vind ik ook, groot gelijk. Maar het is nog twee uur rijden. En waarschijnlijk is het alleen maar heuvelachtig. Dus we gaan jullie zo zien weer in het huisje. En tussendoor gooien we nog wat sfeerbeelden van wat er allemaal in de omgeving tijdens de rit te zien is. Tot strakjes! Halverwege Trips Grill. Even een korte stop gemaakt. Even de auto voorzien van voeding. En even aan de innerlijke zelf denken. Je hebt ook dezelfde knetter, jij of niet? Ja. Nou, Suus geniet er wat meer van dan ik. Ik eet letterlijk een ijsje. Suus die geniet er nog van. Ik buik gewoon nu al. Boef. Dus maar nog 2 uur rijden. En zijn we bij het appartement. Komen we net achter dat het hotel waar we geboekt hebben ook een appartement is. Dus ik ben erg nieuwsgierig wat dat gaat zijn. Maar tot nu toe is de eerste 2 dagen roadtrip bij zeer goed geval. Dus we gaan nog even een stukje tuffen. En het is een strakkie.
huisjes van het dorpje hier. Erg leuk. Wat doen wij? Lopen wij die kant op eerst en dan terug? Even bij die andere toren kijken. Ja. Dit heb jij al gelopen. Dat is wel gezellig hoor. Wat dan? Wat gaan we doen? Selfie? Ja. Oh. Kijk, zie je ook speelgoedwinkel. Gewoon omdat het kan. Maar speciaal voor mijn vader. ICE, oh wat leuk. Wat leuk. Zit hier gewoon. Je moet er een stukje voor rijden. Ghostbusters Playmobil. Ik wil het hebben. Kijk nou. Wat is dit? Nee, Playmobil is niet zo heel duur. Lego is duurder. Het is echt gewoon echt een leuk Duits toeristisch plaatsje. Wat gezellig. Ik heb dat net in de stress niet gezien. Ja. Ik heb geen idee wat zit erin. Theedoeken. Ze komen hier, normaal gesproken kom je nooit zo'n dorpjes. Wat knus. Je zou met de trap naar boven moeten naar je huis. Ben dan blij. Ik hoor water. Huh? Wat zien we? Echt heel oud. Ik hoor water, kan je het zien? Nee. Daar loopt dus gewoon even een rivier. Voor mij is dit ook een stuk oude stadsmuur als ik het zo zie. Heel apart. Echt oud gek. Een of ander kapelletje. Of wat is dat gekke kraan? Ik moet een kraan nodig hebben. Geen flauw idee. Gaan we naar uitkomen. Jullie niks meer van ons horen, jongens. We zijn ergens in Duitsland de trap afgegaan. Goedenavond. Ik dacht dat wij in. We gingen toch een pretpark roadtrip maken? Toch geen toeristische trekpleisters culturen opsnuiven momentjes? Ja. Mooi, mooie bijkomstigheid. Is mooi meegenomen, zeg maar. Hey, speeltuin. Geen flauw idee. Er staat ineens een porta-potty cabin ding. Nee, speeltuin, parkje. Oh, hier is die oude. Hier stond er net boven, die oude muur. Bizar! Ga kijk nou wat leuk. Oude molen. Oude watermolen, waterrad. Maar hier is dus de. Het stuw. Ik denk een stuw meer. Ja, stuw is het niet. Wat is het? Wat zou dit zijn? Overloop?
whatever. Het klinkt daar gewoon flats. Dus wij zitten echt in het historische stadscentrum. Dat is dus daar. De lantaarnpaal Jack the Ripper kom hier ook wel eens vaak, heb ik begrepen. Ik heb alweer 3 berichten gehad van mijn stappen tellen. Dat ik stappen voor de komende 3 dagen opgereisd heb. Gelukkig. En wij denken dat dat allemaal aardbeienvelden zijn. Dus, aardig aan het stekken. Lukt het, Rocky? Leuk voor Rocky 1 tot en met 4. Zie? Dit is die toren. Een beetje Kloekheim, schat. Beetje Kloekheim. Mensen lekker barbecuen. Hier was dat. En dit mensen weer omleiding. Moet je binnen naar wat soepeler gaan? Nee. Oh. Upper Fortress bij Herman of Baden. Wat gebeurt hier allemaal? Zijn ze met de neus in de boter in van de show? Sorry. Geweldig dit. We gingen echt alleen maar voor pretpark toe, jongens. Zie dat de erdbeeren? Die. Dat is alles wijn, ja? Dat is een wijnbelt. Wijn, ah. Dat zijn tromen. Die hengen, dat is alles tromen. Het zijn dus wijnvelden. Druivenvelden, ik vertaal het even. Dank je. Nou, er waren dus, wij dachten dat aardbeien waren. Het enige veld aardbeien wat er was, was die man zijn kofferbak. Die had hij gewoon gehaald bij de supermarkt. Het zijn dus druivenvelden. Ze verbouwen hier dus wijn. En druivenstekken. Ja. De tour gaat verder. Die heeft het aardig naar zin met de toneelstukjes. Hoor eens even. Dit is echt het historische centrum. Auw. We zien weer wat ouds. Ja, ik zeg het, blijven te halen. We gaan op een pretparktour. En we komen dus in een hele oude middeleeuwse stad terecht. Ik weet niet wat het is,
mag hier gewoon op. Denk het wel. Ook weer een stukje oude stadsmuur. Heel nieuw gebouw omheen gebouwd. Dit is denk ik een school, ja. Kijk, wij lopen dus nu op de oude stadsmuur. Het is wel veiliger gemaakt. Maar dat zijn dus wijnvelden. Het begint een beetje te licht. Wijn. Allemaal wijn. Wijn. Kijk schat. Hij is de Lidl. Ja. We zijn dus net een dorp verder gereden, naar Lidl. Ja, maar ik vond dat ik het naar de dingen belde. Ja, oké. Dat gebruiken we maar even als excuus. En als je dan afvraagt van, goh, de Lidl vind ik niks, ik ga liever naar de Aldi. Die is 50 meter verderop. Wat is de Velsenkarten? Is dit een soort Hollywood? Maar dan kan ik dat zien? Kan ik dat inzoomen? De Velsenkarten. Nee, hier ken ik ooit eens een keer een hek in gezeten. Dit is het hotel, appartementencomplex waar we zitten. En daar zijn we net naartoe gelopen. Eerst lopen we dus weer terug naar ons appartementje. We gaan zo een beetje tv kijken, een beetje vlogjes kijken. En lekker tukken. Morgen een dagje tips doen. Trips, trail. Daar zijn we weer. Blijf toch even. Heel apart. Ze heeft wat worstjes gebakken hier zo. Ja, dit was die weer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Volgende week vanuit Tripsdrill. Hele fijne dag. Bedankt voor het kijken. Geef een like. Doei. Doei. Dingen. En zolang je er wat van kan leren, maakt het dan maar zeggen allemaal niet uit wat er in de pretparken gebeurt. Dus krijg je gewoon stillevens van Adam en Eva. Zoals het in Paradijs dat toch ging. En dan word je dus gewoon zeiknat gespoten. Door die slang daar.